Jamie Vaas, 34 jaar oud, deelt openhartig haar ervaringen in een recente column voor Grazia, waarin ze benadrukt dat haar leven niet altijd glanzend en glamoureus is, ondanks wat mensen wellicht denken. Ze onthult de uitdagende aspecten van haar huidige levensfase. Al 2,5 jaar staat Jamie er alleen voor in de zorg voor haar zoontje Leo, voortgekomen uit haar relatie met ex-partner Lil Kleine. Haar vader woont op Bali. Terwijl haar moeder met haar nieuwe partner in Den Haag verblijft. Leo heeft geen contact met zijn andere grootouders. Jamie benadrukt dat opmerkingen over een eventuele nanny haar status als alleenstaande moeder niet veranderen. Ze ervaart de uitdagingen van het ouderschap intensief. Op dit moment overweegt Jamie de mogelijkheid om Leo aan te melden bij een voorschool voor kinderen met speciale behoeften, zoals zijn spraakproblemen. Dit zou echter betekenen dat ze moet terugverhuizen van Ibiza naar Amsterdam, een wending die ze niet had voorzien, maar wel bereid is te nemen voor het welzijn van haar kind. In haar column benadrukt ze de moeilijke keuzes die ouders soms moeten maken. Hoewel Jamie momenteel door een zware periode gaat, blijft ze optimistisch over de toekomst. Ze hoopt op een meer gebalanceerde koolstofmonoxide-ouderschapssituatie met heel kleine. Waarin hij actiever betrokken is bij het leven van hun zoon. Hierdoor zou ze ook meer ruimte hebben om gewoon Jamie te zijn, los van haar rol als moeder. Recentelijk heeft Lil Kleine zijn persoonlijke leven openlijk gedeeld in een documentaire waar Jamie ongetwijfeld haar eigen kijk op heeft. Deze openheid toont de complexiteit van hun relatie en het delicate evenwicht tussen hun publieke persona en persoonlijke uitdagingen.